Is het voor de N-VA natuurlijk heel belangrijk dat ondernemers kunnen beschikken over een bankrekening. Maar ik denk dat we ook als politici in eigen boezem moeten kijken. Wij hebben een wetgeving die stelt dat elke onderneming over een bankrekening moet beschikken. Dan denk ik ook dat het evident is dat wij ervoor zorgen dat de ondernemers aan deze verplichting kunnen voldoen. Je kunt niet aan de ene hand zeggen van u moet een rekening hebben en dan de mensen die geen rekening krijgen niet gaan helpen. Nu gaat het om individuele gevallen, spijtig genoeg niet. Het gaat om hele sectoren die worden uitgesloten. Ik heb even rondgehoord, bijvoorbeeld in de diamantkoepel met bijna 1700 bedrijven, zouden er niet meer dan 10 bedrijven vandaag nog een bankrekening hebben bij een Belgische bank. Een aantal van die bedrijven die gebruiken die rekening zelf niet, omdat die bang zijn dat als daar een aantal transacties op verschijnen, ja, dat men dan die rekening zal kunnen sluiten. Zij zegt, ja, goed, is het misschien niet beter om hier liever een gesprek aan te gaan met de banken dan te zorgen dat daar wetgeving komt? Ja, inderdaad, dat is beter. En daarom betreur ik en heel veel anderen het dat een jarenlang werken op een protocolakkoord met de voormalige minister van Werk, Chris Peeters, helemaal op het einde tot niets heeft geleid. Dus het verhaal van banken die plots, klanten die plots geen rekening meer krijgen, is niet nieuw. Dit is iets dat begonnen is, denk ik, in 2012, 2013. Vandaag zijn we 2020. Alle gesprekken met Febel vinden spijt, is er geen oplossing gekomen. Dus ik denk dat we vandaag op een punt zijn beland waarbij dat we ook geen andere keuze hebben dan hier de nodige wetgeving te gaan voorzien. Voor eerst wil ik onderschrijven dat VBelfin uiteraard het belang van een bankrekening voor een onderneming heel goed beseft. Hè. Omwille van de juridische verplichting, maar uiteraard ook omwille van het feit dat de bankrekening en het gebruik van de bankrekening gevolg heeft dat het betalingsverkeer transparanter wordt in vergelijking met andere betaalinstrumenten zoals cashtransacties. Hè. Dus in dat opzicht zijn we natuurlijk voorstander van iedereen uit te rusten met een bankrekening maximaal. En we blijven ook allemaal commerciële organisaties die graag zaken doen. Dus hoe meer klanten, hoe liever, hoe meer bankrekeningen bij ons geopend kunnen worden, hoe hoger onze omzet, hoe hoger onze business. Dus. U hebt specifiek rond mijn wetsvoorstel, waarbij dat wij vragen dat de banken een motivatie geven, gezegd dat dat een probleem kan zijn rond tipping-off. Wat is tipping-off? De anti-witwaswetgeving is ook heel duidelijk. Een bank mag niet aan een klant laten weten dat er vermoeden is van fraude, maar moet deze mogelijk frauduleuze transacties gaan melden aan het CFI. Dat is normaal. En vandaar het woord, het verbod op tipping off. Nu, ik lees wel dat het altijd gaat als de bank plots een atypische of een verdachte transactie ziet. Uiteraard, er komt een groot bedrag binnen van een land met een bedenkelijke staat van dienst, zonder dat daar in het verleden gelijkaardige sommen zijn geweest. Dat noemt men inderdaad een verdachte of een atypische transactie. Maar dat betekent wel dat die persoon dan al een klant is en een rekening heeft. Mijn wetsvoorstel vraagt aan de banken om te motiveren. Zeg tegen de persoon, ik geef u geen rekening, niet omdat er een transactie was die verdacht is, want er waren geen transacties, maar bijvoorbeeld gemotiveerd, u bent veroordeeld voor fraude vorig jaar, ik ga u geen rekening geven. Dat is een juiste juridische motivatie, specifiek gericht op die klant. U zegt, deze wetgeving is niet het goede instrument. Maar dan stel ik mij de vraag, het protocol waar jarenlang op gewerkt is, ja, waarom is dat er nooit gekomen en wat is volgens u dan wel het goede instrument? Een protocol is niet goed, wetgeving is niet goed en ondertussen laat u duizenden ondernemers in de kou. Graag willen we horen van u wat u dan wel voorstelt. Is de banksector op sectoriële basis bezig met bepaalde sectoren in totaliteit uit te sluiten van bankaire dienstverlening. Daarover wil ik heel duidelijk zijn dat dat niet het geval is. Er zijn, en we hebben in de presentatie gewezen op de internationale instanties die wijzen op de verhoogde risico's die zich in bepaalde sectoren afspelen. Maar het straatbeeld en de realiteit toont dat ook
binnen die sectoren met verhoogde risico's er nog altijd een aanzienlijke activiteit in België is. Wat mij wel toch een beetje verbaast, is dat u enerzijds zegt nee, wij gaan geen sectoren collectief uitsluiten. En in dezelfde zin hebt u het al over ja, ernstige indicaties van fraude bij deze bedrijven. Nu, ik heb twee interne documenten, of twee documenten die ik u wil tonen. Ik kan ook delen met de mensen in de Kamer hier. Van banken, ik ga ook vragen aan de voorzitter of dat we die op ons extranet kunnen zetten. Van banken, enerzijds Crelan, die heel duidelijk stelt dat diamantairs niet worden aanvaard. En tot slot eentje van Belfius, toch wel een staatsbank, waar we zelf zien dat ze tot op een jaar geleden op hun bank open en bloot geschreven hebben dat klanten uit de diamantsector geen bankrekening kunnen openen. Dat is nog altijd vandaag online te vinden in de cache van Google. Dus daar hebt u effectief het bewijs dat banken hele sectoren uitsluiten. Vandaag dat de problematiek bekend is, gaan ze zich natuurlijk verschuilen en zeggen ze nee, wij gaan dat nooit doen. Dus wat individuele instellingen betreft, moet je als instelling een keuze maken of je in een sector actief wil zijn en de consequenties daarvan nemen, namelijk het investeren in de expertise en soms ook de technologie en de informatica toepassingen die nodig zijn om op een verantwoorde manier diensten aan die sector te kunnen leveren. En anders, als je die investering niet doet, dan zou het opstarten van een relatie met één of twee of drie bedrijven uit die sector waarvan je de expertise niet hebt om de goede van de slechte leningen te kunnen onderscheiden en te begrijpen wat een atypisch transactiepatroon is. Als je die expertise niet hebt en niet de investering doet om de verantwoorde dienstverlening, op een verantwoorde manier risicomatig te verlenen, dan moet je de keuze maken om te zeggen, wij hebben die expertise niet, wij kunnen u niet helpen. Hè? En dus in dat opzicht wil ik duiden dat een aantal instellingen zeggen en erkennen dat ze de expertise ontbreken om op een verantwoorde manier bepaalde sectoren te bedienen. Maar het heeft uiteindelijk wel 2 uur geduurd, we zitten hier al van 10 uur, dat u nu eigenlijk toegeeft dat er een aantal banken zeggen dat vanwege het feit dat het lastig is of moeilijk is om daar de kosten van te gaan maken om zo'n systeem van checking te hebben, dat het daarom ook begrijpelijk is dat een aantal banken daarvan af willen. Dat heeft 2 uur geduurd, maar ik zeg u nu, alle banken zeggen dat. Niet 1 of 2 banken, alle banken zeggen dat. En daar komen we dan dus tot het probleem waar we vandaag zitten, dat alle banken, hetzelfde excuus, die sectoren doen we niet, kost ons te veel, investeringen. Maar ik denk dat we inderdaad dicht bij het probleem zijn geraakt nu. Dus als deze hoorzitting iets heeft opgeleverd, dan is het denk ik voor mij alvast dit, dat we in de goede richting uitgaan.